Nou, beginnen met de partij. Computer. Nee, dat kan niet. Je moet je schuin. Drie stappen schuin, toch? Ja, maar wacht even. Is het paard, hè? Ja. Het paard, die gaat altijd eentje recht en eentje schuin. De paard is de enige die over anderen heen kan springen. Nee, maar dat is de toren. Dit is het paard. Of je moet ze verruilen. Dat het paard wordt. Dat maakt niet uit. Is maar wat je afspreekt. Het paard gaat dan eentje recht en eentje schuin. Nee, dat was de toren nou. Als dat het paard is, maar eentje naar voren en dan eentje opzij. Mag je ook doen. Je mag ook twee naar voren en één opzij. Nou, ik denk dat het makkelijkste is als je zegt eentje recht, eentje schuin. Dat je eerst eentje recht doet en dan mag je een keer schuin. Dus dat is wel een goede paardzet. Nou is Veerle weer. Nee. Zo, kijk. Eentje recht en eentje schuin. Eentje recht en eentje schuin. Ja. Nu ben ik. Nu ben jij. Pionnetje doe je naar voren. Nee. Dat kan. Maar dan kan ik die niet zo staan. Nou, dan is Lois weer. Eens kijken wat hij ervan maakt. Jij gaat ook met je pionnetje. Eentje naar voren. Doe jij die naar voren? Ja, dat kan. Nee. Dan moet Loosje wat bedenken. Ook eentje naar voren. Die. Zo, die. Die. Mag je maar niet slaan als ik nog schuin. Nee, pionnen gaan alleen maar schuin staan. Kijk, nu kan Loosje jou wel schuin pakken. Maar dan kun je ook zelf weer terugpakken. Het is wel lastig, hè, om dan te bedenken wat er gaat gebeuren. Kijk, maar jij slaat er en die heb je gewonnen. Veerle slaat terug. Dan moet ik de zetten komen. Weet je wat makkelijk is? Zo. Want dat is jouw pion. Dan kunnen we even tellen ook. Ja. Ik heb geslaan of Loos heb geslaan. Dus toch gewoon. Ja, het staat nog gelijk, hè? Ik heb al bij eentje geslagen. Nee, want die heeft zij gewonnen. Je wint namelijk dat van de ander. Je hebt toch ook die van haar? Ja, maar nu heb ik mijn eigen. Ja, maar. Oh, nee, dan heeft hij inderdaad. Dan heeft ja, maar dan kan ik tellen hoeveel los. Ja, maar je kan ze ook maar, leg ze maar bij elkaar neer, want als ze daar staan kun je ook tellen. Nee. Nou, ik denk dat Lois gelijk heeft, Veerle. Ik denk dat ze gelijk heeft dat de spelregels zijn. Dus dan moet jij hem weer aan Veerle geven. Die. Want je wint van elkaar iets. Nou, waar is mijn stand? Oh. Ja, die. Mag je zelf weten waar je hem neerzet. En wie had er nou het laatste iets gedaan? Want je speelt het omste beurt. Jij. Nee, Lois had het ook net gedaan. Had jij, nee, ik denk dat jij die had teruggeslagen. Was het niet zo? Dus dan is Lois nu. Wat gaat Lois bedenken? Ik wil niet aan de knopje zitten. Heeft hij maag gekregen of heb jij dat gedaan? Zit aan de knopjes. Zit jij aan de computer? Stond.